Dank u wel, mevrouw Marijnissen. Dan geef ik het woord aan de heer Paternotte, D66. Minuten. Zo. Ja. Klopt, 31 minuten. Ah, mooi. Of, hoeveel had u gerekend? Want dan doen we wat lager. Oh nee, ik ben in 29 minuten klaar, voorzitter. Ja. Voorzitter, de wederopbouw van Nederland was niet mogelijk zonder enorme hulp van buitenaf. De Marshallhulp vanaf 1947, forse Amerikaanse leningen. Hard nodig, want na de Tweede Wereldoorlog lag Europa in puin. Had Nederland een woningnood en had de samenleving een flinke zet nodig om weer op gang te komen. De Amerikanen wilden wel weten of dat geld een beetje goed besteed werd. En dus stuurden ze in 1949 twee topdiplomaten erop uit, Averell Harriman en Paul Hoffman. In Italië werden de heren stevig gefeteerd met pasta en veel wijn, zoals Italianen dat kunnen. In Nederland kwamen ze op zondag aan. Het ministerie van Algemene Zaken was die dag dicht. Het was een koele dag, begin april, een dik pak wolken hing boven Den Haag en minister-president Willem Drees vond het zonde om het ministerie van Algemene Zaken speciaal voor de Amerikanen te openen, want dan zou het apart verwarmd moeten worden. Hij nodigde de heren dus maar bij hem thuis uit, in zijn rijtjeshuis op de Beeklaan in Den Haag. Dat was onhandig, want de Amerikanen reden vanaf Schiphol met een speciaal ingevlogen Cadillac en die auto was zo groot dat hij op de Beeklaan niet kon keren. Eenmaal bij de voordeur van huis Drees was er even verwarring. Toen de premier de deur opendeed, gingen de Amerikanen er voetstoots vanuit dat ze met de butler te maken hadden. Mevrouw Drees serveerde de thee, voor de beide heren voorzien van precies één Maria-kaakje. Bij het vertrek sprak Harriman tegen Hoffman: aan een land waar de minister-president zo woont en leeft, is ons geld goed besteed. Het is maar goed dat de heren Harriman en Hoffman destijds in een rijtjeshuis en niet op het paleis ontvangen werden. Want de Marshallhulp uit Amerika werd na dit bezoek opgeschroefd. Sterker nog, Nederland was met ruim $1 miljard een van de grootste ontvangers van Amerikaanse steun. En zonder deze investeringen zou ons land en ons leven er vandaag heel anders uit hebben gezien. Voorzitter, wij Nederlanders weten dat die hulp voor ons, bij onze wederopbouw, toen het verschil heeft gemaakt. We weten daardoor ook dat het geen zin heeft om te doen alsof Nederland een eiland is, veilig afgesloten van de boze buitenwereld. En wij vinden de hulp die we Oekraïne nu bieden ook vanzelfsprekend. Hulp in een oorlog die op goede dagen tientallen en op slechte dagen honderden slachtoffers eist. Drie grenzen, 15 uurtjes rijden verderop. Nederland heeft het afgelopen jaar een leidende rol gepakt in de steun aan de Oekraïners. En dat is goed. Het gaat om de steun die nodig is om vrijheid van hen en van ons te blijven verdedigen. Steun ook in hun politieke gevecht om lid te kunnen worden van de Europese Unie en van de NAVO. Het is niet voor niets dat Zelensky twee keer naar Nederland is gekomen. Wij leiden nu de straaljagercoalitie die mogelijk maakt dat de F-16's volgend jaar Oekraïne kunnen gaan helpen. Het kabinet heeft hierin leiderschap getoond. Dank daarvoor. En voorzitter, het is geen geheim dat D66 niet blij is met de onnodige en onverantwoordelijke val van het kabinet. Maar over één ding hoop ik dat wij het hier een grote meerderheid eens zijn. Laat het demissionair zijn. Geen seconde een rol spelen bij de vraag of we Oekraïne bepaalde steun moeten leveren. Blijf Oekraïnse vluchtelingen een veilig vluchtoord bieden. De val van het kabinet zal een voetnoot zijn in de geschiedenis. Maar de oorlog is dat zeker niet. De grote hoop van Poetin is dat wij, Europa, Amerika en de rest van de democratische coalitie, dat we moe worden van die oorlog. Hij hoopt dat Trump in Amerika en Le Pen in Frankrijk aan de macht komen. En ja, ook dat hier in Nederland partijen binnen de Oekraïne niet willen steunen of simpelweg die oorlog in Europa onbelangrijk vinden. Zodat wij de strijd van de Oekraïners gaan vergeten. En dat zou een vergissing van historische proportie zijn. Poetin mag niet winnen. En de Oekraïners moeten weten dat het ons menens is, dat we hen echt blijven steunen. Dus laten we daarom hier duidelijk zijn en met elkaar een afspraak maken. Een afspraak die niet alleen voor de komende maanden, maar voor de komende jaren geldt. Dat Nederland, net als Duitsland, Denemarken en Noorwegen, garandeert Oekraïne meerjarig te zullen steunen. En dat ook hard vastleggen. Zodat het, zolang het nodig is met wapens en zodra het kan met wederopbouw.
Laten we wat ons betreft met zoveel mogelijk partijen dit doen en daarmee een glashelder signaal geven aan het Oekraïense volk en net zo goed aan het Kremlin. Agressie zal niet beloond worden. De wereld kiest voor stabiliteit, vrede en recht. En dit is wat mij betreft ook een opdracht voor onze premier, de langstzittende democratische leider in Europa. Is hij bereid om die positie de komende maanden aan te wenden om alle bondgenoten te overtuigen dat ze zich committeren aan langdurige steun voor Oekraïne? Zolang het nodig is met wapens, zodra het kan met wederopbouw. Graag een reactie. Voorzitter, in juli, op de drempel van het zomerreces, viel het kabinet. Wat ons betreft had dat niet gehoeven. Laat ik er geen doekjes over winden over het oordeel van D66. Deze crisis was totaal onnodig. Deze kabinetscrisis was geen onvermijdelijkheid, het was een keuze. En een keuze die onbegrijpelijk is en belangrijker, onverantwoordelijk. Ik zie daar in VK mensen zitten die druk bezig waren met plannen die Nederland verder brengen. Mensen die problemen aan het aanpakken waren die al veel te lang waren blijven liggen. Christiane van der Wal was vastberaden om echt de stikstofcrisis te lijf te gaan. Piet Adema gaf alles voor een landbouwakkoord. Rob Jette, de eerste klimaatminister, bracht Nederland op koers om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Hugo de Jonge joeg met hetzelfde enthousiasme op woondeals als op vaccins. En staatssecretaris Van den Burg hing dagelijks vele uren aan de telefoon in zijn jacht op opvangplekken en gaat volgende week zijn spreidingswet door de Kamer loodsen. En zo kan ik de hele ploeg af. Het kabinet schreef dat een demissionair kabinet bescheidenheid past. Maar ik vraag me eigenlijk af, als ik kijk naar VK, wie van de bewindspersonen denkt dat de uitdagingen waar we als land voor staan sinds de val van het kabinet kleiner zijn geworden? Dat is niemand. Gelukkig maar. Want voorzitter, laat ik nogmaals het politieke oordeel van de 24 leden van mijn fractie benadrukken. De val van het kabinet was onnodig en onverantwoord. Maar na de val van het kabinet wilden sommige partijen in deze Kamer zelfs ook het parlement demissionair maken. Minimaal 3 maanden de boel op pauze. Bijvoorbeeld een stop op klimaatbeleid, op stikstof, op zelfs op plannen voor betaalbare woningen. Ik zou haast zeggen, wie zijn die mensen? Die denken dat we het ons kunnen veroorloven om de uitdagingen waar we voor staan maar even in de ijskast te zetten. De natuur holt achteruit. Boeren en hun gezinnen willen weten waar ze aan toe zijn. De krapte op de arbeidsmarkt wordt met de dag nijpender. Voor 1 op de 5 banen is nu niemand te vinden. Studenten, starters, doorstromers vinden steeds minder vaak een woning. Terwijl het door de stikstofcrisis alleen maar moeilijker wordt om een paal de grond in te slaan. En door de hoge inflatie is rondkomen aan het einde van de maand voor veel mensen een worsteling. Er is brede consensus dat grip op migratie nodig is. Er lagen zelfs goede plannen om daar wat aan te doen. Maar de politiek levert niet. Terwijl dat wel degelijk had gekund, zeg ik ook richting de VVD. Maar we moeten aan de slag. We hebben geen tijd te verliezen. En ik zou eerlijk zijn, voorzitter, de verkiezingen zijn 1 ding. Maar ik maak me oprecht zorgen over hoe lang de komende formatie zal duren. Ik wil daarom hier de nieuwe energie zien die we nodig hebben, want Nederland moet door. En dat geldt ook voor de begrotingen. Het kabinet heeft gisteren duidelijk gemaakt wat er gebeurt als begrotingen worden uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is. Veel Nederlanders komen dan in de problemen. Een paar voorbeelden. Als de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, als we die niet behandelen, dan kunnen miljarden aan subsidies voor zonnepanelen, windmolens, laadpalen voor auto's niet worden uitbetaald. En ook geld voor herstel van huizen in Groningen, aardbevingsschade, mag niet worden ingezet. Als de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt uitgesteld, dan is er in januari meer kinderarmoede, omdat het kindgebonden budget niet omhoog kan. En ook de tegemoetkoming energiekosten voor studenten. Die kan er niet op tijd worden uitgekeerd. En als de begroting van het ministerie van Onderwijs niet behandelen, dan is er in januari geen geld om de gratis schoollunches aan te bieden. En dan kan er niet begonnen worden met de bijscholing van leraren. Voorzitter, dat laten we toch niet gebeuren? Er is geen tijd te verliezen. En daarom zullen wij morgen voorstellen om alle begrotingen nog dit jaar te behandelen. Voor de verkiezingen. De Eerste Kamer heeft al gezegd dat ze na 5 december geen... Dat is even een interruptie buiten de microfoon, voorzitter. Maar de Eerste Kamer heeft al gezegd dat ze na 5 december geen begrotingen meer behandelen. Dus dat zou eerder moeten. Voorzitter, als 3 Britten bij elkaar komen, dan drinken ze thee. Als 3 Fransen bij elkaar komen, dan drinken ze wijn. En als 3 Nederlanders bij elkaar komen, dan richten ze 3 nieuwe politieke partijen op.
Niemand heeft in dit land ooit de meerderheid. Dus als we niet kunnen samenwerken, dan zijn we nergens. Daarom is de oproep van velen hier, van Omtzigt, Bontebal, Marijnissen, voor een campagne op inhoud, die is mooi en die is veelbelovend. Want als het om inhoud gaat, dan kunnen we elkaar soms vinden. Afgelopen mei liep ik in Volendam over de dijk met Mona Keizer. En de mensen die ons herkenden, al waren het eigenlijk vooral mensen die Mona Keizer herkenden, maar die moesten even twee keer kijken. Want wat ze toen nog niet wisten, en dat wist ik al helemaal niet, maar is dat ze twee keer een nummer twee zagen. Eén keer een premierskandidaat en één keer niet. We hadden het over coronabeleid en daar waren we het niet over eens. En we keken uit over het Markenmeer, ooit de Zuiderzee, die van Volendam zo'n welvarend vissersdorp maakte. En we ontdekten dat onze vaders, allebei liefhebbers van het ruime sop, zich samen hadden gevonden in de strijd tegen de komst van een vliegveld midden op dat Markenmeer. En het is maar goed dat ze dat deden. Een campagne op ideeën, waarbij we ook fundamentele verschillen niet uit de weg gaan, dat moet dus kunnen. En voorzitter, dat brengt mij op het toverwoord van de afgelopen weken. Bestaanszekerheid. Ik complimenteer het kabinet, de minister van Financiën voorop, met de actie die ze net als vorig jaar onderneemt om armoede en vooral kinderarmoede aan te pakken. En dat wel het kabinet de staatsschuld, ondanks alle crisis van de afgelopen jaren, op een stabiel, laag niveau houdt. De rekening schuiven we niet door naar volgende generaties en dat is goed. Dat we mensen met een kleine beurs moeten helpen, dat voelen we allemaal, van links tot rechts. Logisch, want vorig jaar zagen veel Nederlanders hun besteedbaar inkomen in rap tempo verdampen. Niemand heeft koopkrachtplaatjes nodig om te snappen dat op dit moment heel veel mensen aan het eind van hun geld nog een stuk maand over hebben. Maar bestaanszekerheid gaat niet alleen over het voorkomen van armoede. In Nederland zijn veel mensen met een middeninkomen die door hoge inflatie het afgelopen jaar het soms ook niet meer wisten. Met een hypotheek en kinderopvang is een salaris er immer zo snel doorheen. Met een bescheiden pensioen komt de prijs van boodschappen hard binnen. En als je leraar of politieagent bent in de grote stad, is het meestal niet te doen om ook zelf in die stad te wonen. Installateurs, verpleegkundigen en heel veel andere Nederlanders met een normale baan verdienen daarom ook steun in de rug. De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Kim Putters, die zei het heel goed. De politiek moet veel meer doen aan de benarde positie waarin mensen in de middenklasse zitten. Nu alle aandacht uitgaat naar de armoede in Nederland, dreigen mensen met een middeninkomen vergeten te worden als groep. En ze lopen het risico richting de armoede af te glijden als het tegenzit. Daarom willen we nu juist deze groep helpen. We doen dat door de arbeidskorting met 1 miljard euro te verhogen. Waardoor die mensen veel minder belasting betalen over wat ze verdienen met hun werk. De energierekening te verlagen en meer kinderopvangtoeslag te geven. En we betalen dit door grootverbruikers van energie meer te belasten, fossiele subsidie af te bouwen, de dividendbelasting te verhogen en een bijdrage te vragen aan de meest vermogenden. Zo houden alle Nederlanders met een middeninkomen meer geld over in hun portemonnee. Dan gaat werken meer lonen. En dan doen we ook iets aan de krappe arbeidsmarkt en helpen we ondernemers. Heer Klaver. Voorzitter, dank. Een mooi pleidooi waar ik me in grote lijnen in kan vinden. Zeker als het gaat over Oekraïne, maar ook wat hij zegt over de bestaanszekerheid. Ik hoop wel dat ik de heer Paternotte goed heb begrepen dat hij hier niet probeert ook twee groepen tegenover elkaar te zetten. De allerarmste of de werkende armen en die middenklasse. Je moet voor beide wat doen. En is de heer Paternotte bereid om hier te zoeken de komende dagen of het kan lukken om een begrotingsakkoord op bestaanszekerheid te sluiten in dit parlement, aanvullend op wat het kabinet heeft gedaan? Heer Paternotte. Ja, voorzitter, ik heb het exacte voorstel van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie nog niet gezien. Maar ik kijk er wel met veel interesse naar, omdat wij ook denken dat het goed is om bijvoorbeeld te kijken naar het minimumloon, of je daar niet iets bij moet doen. Dus laten wij dat inderdaad doen, zou ik zeggen. Laten we aan tafel gaan. Want als wij iets zullen willen veranderen, ja, dat zal er toch vanuit het parlement moeten komen. We hebben een demissionair kabinet dat duidelijk heeft gemaakt, zijn we scheiden, dat heeft een begroting hier opgeleverd. Het is nu aan ons om te bepalen welke begroting we straks naar de Eerste Kamer sturen. Heer Klaver. Voorzitter, ik ben heel blij met dit antwoord. Ik hoop ook echt dat dit de voorbode is voor hoe we straks na 22 november met elkaar gaan werken. Hoe het parlement zijn positie pakt ten opzichte van het kabinet. Ik heb nog één inhoudelijke vraag. Want ik vind ook echt dat het belangrijk is om iets te doen aan die middeninkomens. De arbeidskorting wordt al wel fors verhoogd. En ik heb er soms twijfel bij of dat instrument niet inmiddels bot is geworden. Is dat nou, gaat het D66 vooral om die arbeidskorting? Om het even heel technisch te maken. Of zijn er ook andere instrumenten, belastinginstrumenten bespreekbaar?
Nee, dit zijn dingen waar we denk ik over in gesprek moeten. Maar het sluit natuurlijk wel heel erg aan bij ook het punt dat de heer Omtzigt maakte. Dat er op een gegeven moment een inkomensniveau is waarbij als je net wat meer gaat verdienen, je er wel heel erg weinig zelf van overhoudt. En het verlagen van die arbeidskorting heeft natuurlijk als duidelijk voordeel dat mensen die werken, daardoor van elk uur dat ze extra werken, een stuk meer gaan overhouden. Dus dat je ook een goede reden hebt om te denken, nou, misschien wil ik dan ook wel wat extra werken. Ja. Want er zijn heel veel Nederlanders die op zich bereid zijn om een paar uur of een hele dag extra te werken. En dat zou gigantisch kunnen schelen in het onderwijs en de zorg, maar die ja, toch tegengehouden worden door het feit dat dat voor hen misschien wel erg weinig oplevert. Tot slot. Voorzitter, tot slot. Laten we aan tafel gaan. Ik wil graag ook doorpraten over die arbeidskorting. Die zit er namelijk nu al zo fors in en je ziet hoe hoog die marginale druk in, maar dat is allemaal techniek. Daar moeten we volgens mij goed over doorpraten om er echt voor te zorgen dat die bestaanszekerheid voor die laagste inkomens, maar ook voor die middeninkomens, dat we daar echt een hele grote stap zetten. Dank. Ja. Ja, voorzitter, dat ben ik zeer met de heer Klaver eens. Er zit natuurlijk nog één andere kant aan, dat zijn de kosten ervan. En dat is iets wat we ook in de gaten moeten houden. Want kunnen we een grotere bijdrage vragen aan grote bedrijven die nu nog steeds goede winsten maken? Ik denk het wel. Kunnen we dat meer vragen aan de grote vermogens? Ik denk het wel. Maar er zit ook een grens aan. Zeker voor kleine en middelgrote ondernemers geldt dat hun lasten natuurlijk wel een aantal stappen omhoog zijn gegaan. En dat we niet een situatie moeten hebben dat we hier de hoogste lastendruk voor ondernemers van West-Europa hebben. Dat moeten we niet laten gebeuren. Dus laten we ook daarover praten als we aan tafel zitten. En dan gaan we daar vast en zeker stappen op kunnen zetten. Volgt u betoog weer. Voorzitter, ik heb volgens mij benoemd dat bestaanszekerheid heel belangrijk is. En dat ik het daarbij heb over armoede en over middeninkomens. En je zou kunnen denken, wat ontzettend fijn dat de vaderlandse politiek een thema heeft gevonden, bestaanszekerheid, waar iedereen het over eens is. Maar hallo, bestaanszekerheid is de bare minimum, zou ik bijna willen zeggen. Het is ook maar goed dat partijen het belangrijk vinden. Het zou ook eens niet zo moeten zijn. Het is te weinig als we ons daarmee alleen tevreden stellen. Dan missen we de grote uitdagingen. Onze ambities reiken verder dan alleen het bieden van bestaanszekerheid. Ik noem het onderwijs. Het is nu 3:30 in de middag. We zijn nu 5:15 bezig. Maar het woord onderwijs is pas één keer gevallen, namelijk toen ik het net noemde. 2 seconden geleden. En ik begrijp daar eerlijk gezegd helemaal niets van. Je hebt goed onderwijs nodig om te zorgen dat iedereen wat kan maken van het leven. Bestaanszekerheid is het vangnet, onderwijs is de springplank. De heer Wilders, PVV. Ja, voorzitter, voordat hij verder gaat, mijn collega, over het onderwijs, nog even terug over bestaanszekerheid. Want een woord wat ik ook nog niet heb horen vallen, ook niet bij u, is het Koningshuis. En toen hij over bestaanszekerheid begon, dacht ik bij mezelf, wat ik gisteren ook zag in de stukken van het kabinet, is dat de koning er vorig jaar 55.000 euro, en dan heb ik het over de A-component, echt zijn salaris, niet het geld voor alle lakeien en ander personeel, maar gewoon zijn salaris, dat hij er 55.000 euro heeft bijgekregen en nu ongeveer 1,1 miljoen euro verdient. In een tijd dat, we hebben het hier allemaal over, het woord bestaanszekerheid zegt het al, onze gepensioneerden, onze mensen met een uitkering, maar ook de werkenden tot aan modaal, alleen maar kunnen dromen van een salarisverhoging van 55.000 euro per jaar. Nou, doen wij niet vaak wat samen, en dat is misschien maar goed ook, maar zouden we hier niet samen op kunnen trekken door het kabinet op te roepen om die salarisverhoging voor de koning van 55.000 euro, om die terug te draaien. Om de koning te zeggen, 1 miljoen per jaar is genoeg, daar moet je maar mee doen. Geef dat geld maar aan onze ouderen of aan wat anders, maar niet aan hem. Bent u dat? Kunt u dat met mij delen? Heer Paternotte. Ja, voorzitter, dat moet ik echt met mijn fractie overleggen, want we hebben ongeveer alles doorgesproken ter voorbereiding op de algemene beschouwingen, maar deze 55.000 euro hebben we daarbij net gemist. Wij vinden het op zich heel goed als het Koningshuis in tijden van krapte ook meeleeft met wat Nederlanders meemaken. Dat kan je nooit helemaal doen als je in een paleis woont natuurlijk, maar dat kun je inderdaad wel met dit soort stappen doen. Laten we ook niet doen alsof dat echt een verschil maakt voor alle Nederlanders natuurlijk, want uiteindelijk gaat het om een bedrag, want als je dat over 18 miljoen mensen uitsmeert, dat het helemaal niks meer is. Maar het lijkt mij dan goed als de heer Klaver en uw woordvoerder Koninklijk Huis, ik weet even niet wie dat... Dat is Bosma natuurlijk, ja. Als die dan even daar contact over hebben, dan geef ik alleen geen enkele garantie op de uitkomst. Nee, u kan er een grap over maken, maar heel veel mensen waren daar gisteren wel door geraakt. Persoonlijk feit? Want ja? Kan ik alsjeblieft buiten deze bromance gehouden worden? Ja. Okay. Ja, bedoelt u van Sneller en Bosma? Want
Volgens mij herkennen wij dat beeld niet. En we hoorden Klaver inderdaad. Ja, ja, werd genoeg. Maar... Voorzitter, alle gekken op een stokje. Dit is een serieus onderwerp. En heel veel mensen ergeren zich eraan. Het gaat er niet om of je dat geld nou en wie je dat geeft. Inderdaad, het gaat erom dat mensen het niet snappen. Dat in een tijd dat ze het moeilijk hebben, dat de koning met 55.000 euro extra meer dan 1 miljoen gaat verdienen, 1,1 miljoen, terwijl er al iets van 45 tot 47 miljoen aan bezit heeft. En terecht zijn mensen daar ontstemd over. Ik heb er in ieder geval heel veel reacties op gekregen gisteren, dat mensen zeggen dat kan niet. De koning zou een symbool van solidariteit geven aan de Nederlanders door die 55.000 euro niet te accepteren. En als hij dat niet doet, dat wij er dan via de begroting voor zorgen om dat terug te draaien. Dat is geen grap, dat is iets serieus. Volgens mij heeft uw partij er eerder ook opmerkingen in voorgaande jaren over gemaakt. Dus ik vraag u serieus of u dat wil steunen. Heer Paternotte. Nou, voorzitter, we willen daar heel serieus naar kijken. En de heer Klaver noemde dat een bromance, daar herken ik me totaal niet in. Maar inhoudelijk is dit een stap in uw richting. Dus er is denk ik best goede kans dat we daar inderdaad aan uit gaan komen. Ik zeg er wel bij, en dat vind ik ook goed om te erkennen richting het Koninklijk Huis, dat het feit dat Amalia gewoon heeft gezegd, ik hoef die toelagen niet, waarvan het ook bizar zou zijn als ze die zou krijgen, maar dat ze dat uit eigen beweging heeft aangegeven, dat ik dat ook te prijzen vind. Dus dat we hier ook mogen erkennen wanneer het Koningshuis dat soort stappen zet en dat soort uitingen doet. Maar ik zie dat de heer Klaver nu al uitkijkt naar de koffie met de heer Bosma. Ja. Of de heer Klaver, zei ik. Weer Klaver. Ik zei Klaver, bedoelde Weer ik sneller. Klaver. Stop. Ja. Volgens mij de heer Sneller. Ja, ik bedoel de heer Sneller, ja. Klaver ja. Kijkt niet uit naar de koffie. Het dreigt weer een persoonlijk feit, maar gaat u snel verder. Ja. Voorzitter, ik was net begonnen over het onderwijs en ik werd weer geïnterrumpeerd over iets wat natuurlijk ook heel belangrijk is, het Koninklijk Huis. Maar ik vond het echt opvallend dat 5 uur en een kwartier debat nog eigenlijk niets had opgeleverd over het onderwijs, ja, behalve een heel kort interruptiedebat over politicologie-studenten. Maar dat had dan weer niet zoveel met onderwijs te maken. Je hebt goed onderwijs nodig om te zorgen dat iedereen wat kan maken van het leven. Bestaanszekerheid is het vangnet, onderwijs is de springplank. En de afgelopen tijd is enorm veel geld gestoken in het onderwijs. De loonkloof voor leraren is dicht. Scholen met achterstand krijgen meer geld. Robert Dijkgraaf investeert meer in de wetenschap dan ooit tevoren in Nederland is gebeurd. En de grote, grote zorg bij mijn partij is dat de krapte die we nu financieel hebben ertoe leidt dat een volgend kabinet het onderwijs weer het kind van de rekening maakt en erop gaat bezuinigen. Maar voorzitter, investeren in de toekomst van onze kinderen is altijd een goed idee. Als je ergens het verschil kan maken voor de toekomst, is dat in het onderwijs. Inmiddels krijgen 130.000 kinderen een rijke schooldag met sport, cultuur en huiswerkbegeleiding. Inmiddels wordt stagediscriminatie eindelijk echt aangepakt en geven we studenten weer een basisbeurs, zodat zij volop van het studentenleven kunnen genieten. We hebben de doorrekeningen van verkiezingsprogramma's nog niet gezien. Er zijn ook partijen die überhaupt hun plannen niet laten doorrekenen. Maar de grafiek over de laatste 15 jaar is glashelder. Als D66 in de regering zit, dan gaat er meer geld naar het onderwijs. Zonder D66, zoals in de regeerakkoorden met de PVV en de Partij van de Arbeid, zijn er pijnlijke bezuinigingen. Als er weer plannen komen om tekorten op het onderwijs, tekorten op de toekomst van kinderen, dan zullen wij ons daar met alle politieke middelen tegen verzetten. En voorzitter, welvaart verdelen is een goed principe, maar voor we welvaart verdelen moeten we het ook verdienen. Nu het minimumloon en de uitkeringen verhogen is goed, maar dat kan alleen als we ook de economie laten bloeien. Dus laat ik helder zijn, ik ben geen voorstander van degrowth. We hebben juist groei nodig. En ik zie vooruitgang. De laatste jaren slagen we erin om minder CO2 uit te stoten en toch de economie te laten groeien. Groene groei, daar moeten we mee door. Het kabinet zal afspraken maken met grote industriebedrijven over hoe ze hier in de toekomst schoon en groen geld kunnen verdienen. Ik vraag het kabinet, waarom zijn er nog steeds geen nul maatwerkafspraken gemaakt? Die bedrijven willen zekerheid en Nederlanders willen weten hoe die groene toekomst eruit gaat zien. Laten we leren van de Verenigde Staten, waar de regering Biden met haar Inflation Reduction Act enorme duurzame investeringen stimuleert. Wij willen dat ook. In navolging willen we 1 miljard euro per jaar extra investeren in bedrijven die klimaatneutrale producten hier in Nederland maken. En voorzitter, vorig jaar heb ik hier aandacht gevraagd voor de krapte op de arbeidsmarkt. Dat probleem is nu niet minder geworden. 1 op de 5 banen, daarvoor is nu niemand te vinden. Ondernemers, bedrijven, scholen, overal zitten planners met de handen in het haar. Dat merken we overal, van bouwplaatsen tot ziekenhuizen, van scholen tot winkels. Ondertussen is Nederland wel de part-time kampioen van Europa.
En het is hartstikke mooi dat we de vrijheid hebben om te kiezen voor minder uren werken. Zeker met jonge kinderen of als je mantelzorger bent, is dat ook hartstikke logisch. Het is een manier om de zorg te delen. Maar heel veel mensen werken part-time omdat meer uren werken te weinig loont. Of omdat ze bij het begin van hun loopbaan al meteen een part-time contract krijgen. En laten we 60-plussers niet langer afschrijven voor de arbeidsmarkt vanwege hun leeftijd. Ook deze campagne zien we weer meerdere 60-plussers, nu ook Wilders, waarmee overigens gefeliciteerd, die heel hard werken. Dus laten we doorpakken op een plan dat ik van het CDA zag. Je mag kiezen. Wie AOW wil ontvangen, krijgt AOW. En wie wil doorwerken na de AOW-leeftijd, die mag de AOW nog een tijd uitstellen en krijgt daarna een hogere AOW. Voorzitter, bestaanszekerheid gaat ook over de toekomst. Je zou het voortbestaanszekerheid kunnen noemen. Afgelopen zomer werd je in Zuid-Europa door bosbranden het water ingejaagd en in Noord-Europa door modderstromen weggejaagd. En ondertussen zijn er nog altijd politici die liever wegkijken. Wilders wil de klimaatcrisis bestrijden door simpelweg de dijken te verhogen. Onze allereerste klimaatminister presenteerde ook het allergrootste klimaatpakket ooit. Een pakket waarmee we tot de klimaatkoplopers van Europa gaan behoren en gaan voor 60% minder CO2-uitstoot in 2030. Dit kabinet is te vroeg gevallen, maar in zijn korte levensduur werden we kampioen zonnepanelen en kampioen laadpalen van de Europese Unie en kikten we volledig af van Russische olie en gas. En we zijn er nog niet, we moeten door. Naar 60% minder uitstoot en daarna naar klimaatneutraal. Dat is ook de roep vanuit de maatschappij. En als je goed naar die roep luistert, en dat hoor je hier en vanuit dit gebouw soms zelfs letterlijk, ook het pleidooi voor het afschaffen van de belastingvoordelen voor vervuilende bedrijven, de fossiele subsidies. Daar moeten we vanaf. Want fossiele subsidies remmen de verduurzaming van bedrijven en zijn per definitie niet eerlijk tegenover mensen en bedrijven die juist geld willen verdienen door te vergroenen. Om Frits Bolkestein te parafraseren, liever de warmte van een echt verdienmodel dan de kilte van een fossiele subsidie. Laten we dit debat aangrijpen om die koe eens bij de horens te pakken. Kijk naar de energiebelasting. Daar is iets heel geks aan de hand. Hoe meer je verbruikt, hoe minder belasting je daarover hoeft te betalen. Het is in feite een bonus voor vervuilers. Dat willen we aanpakken. Maar voorzitter... Ja, de heer Klaver. Jij misschien... Ja, nog even afronden. Gaat u verder. Ja, dit ja laat Klaver maar. Ja, ja. Ja toch? Ja. Nou, als hij aan het einde is gekomen, punt van de fossiele subsidies, misschien geeft hij gewoon al antwoord zonder dat ik de vraag stel. Ja. Ja, voorzitter, wat ik wilde zeggen is dat Nederland geen eiland is. Want minimaal 20 miljard van die fossiele subsidies die vloeien voort uit internationale verdragen en verplichtingen. En die schaffen we helaas niet in ons eentje af. Dat moet Europees en dat moet internationaal. Dus laten we nou het afschaffen van die fossiele subsidies tot een diplomatiek speerpunt maken. Laten we op de internationale klimaattop later dit jaar een kopgroep vormen met Europese partners en andere welwillende landen om hierop stappen te gaan zetten. Ik hoor graag van de premier wat hij hiervan vindt. Daar zat het antwoord in, hè? Vreest al. De heer Klaver. Hey, voorzitter, maar wel een heel goed punt. Waar ik het volledig mee eens ben. Het zou heel goed zijn om dat te doen. Maar ik heb nog een andere vraag. Want het is waar, nu is Extinction Rebellion hiervoor aan het demonstreren. En is het in één keer heel veel in het nieuws. Maar het is fossiele subsidies afschaffen is niet nieuw. Al in 2018 werd hier een motie op aangenomen van mijn collega Van der Lee. Om te zeggen dat moet worden afgebouwd. Al 10 jaar geleden ongeveer kwam GroenLinks met een plan. En zei jongens, we moeten echt van die fossiele subsidies af. Nu ligt er een heel overzicht. En nu heb ik het volgende voorstel. Zou het niet goed zijn, net zoals we dat met de klimaatwet hebben gedaan, om een afbouwpad voor die fossiele subsidies vast te leggen in de wet? Zodat dat het straks niet meer van de politieke kleur afhangt, maar gewoon van een wet die er ligt, waarin we zeggen we gaan in een pad wat realistisch en haalbaar is, zowel voor de planeet als voor de economie, gaan we zorgen dat we dat afbouwen. Wat vindt de heer Paternotte ervan? De heer Paternotte. Dan heeft u het over de fossiele subsidies die we ook zelf als Nederland kunnen afbouwen. Ja, de heer Klaver. Uiteraard. Ik bedoel, ik gaf u al gelijk als het gaat over de internationale subsidies. Daar zal je op. Er zijn een aantal internationale verplichtingen waar we aan vastzitten. Ik geloof dat het ene Montreal-protocol, daar kom je niet onderuit, al zouden we dat willen. Maar er zijn nog heel veel, er blijven nog heel veel subsidies over, die je wel kan afschaffen. En daar een wettelijk afbouwpad voor opschrijven in de wet. Volgens mij zou dat een goede stok achter de deur zijn om ervoor te zorgen dat er ook echt aan gewerkt wordt, zodat er jaarlijks gerapporteerd moet worden. Ik denk dat dat de grote winst is trouwens van wat we nu zien. Dat er een klimaatwet ligt waardoor er ieder jaar gesproken moet worden over wat de klimaatplannen zijn, welke reducties worden behaald of niet behaald. En dat je daarover spreekt. Dus kunnen we daarop samenwerken? Heer Paternotte. Ja, voor ons idee is dat je per fossiele subsidie moet kijken
hoe je er vanaf komt, wanneer je er vanaf komt en in welk pad je dat doet. Dus dat is inderdaad een totaal afbouwpad. Dus laten we daarover doorpraten. Ik heb niet het overzicht of je dat per fossiele subsidie in een wet kunt vastleggen. Maar ik vind het een interessant idee. Nou, voorzitter, deze steek ik dan in mijn zak, zoals ze dat dan hier zeggen. En het hoeft volgens mij niet helemaal per subsidie in de wet, maar het gaat erover dat er een afbouwpad wordt gepresenteerd waar gewoon een kabinet zich, opeenvolgende kabinetten zich aan hebben te houden. Dus laten we hier het gesprek over voortzetten. De heer Dassen, voelt. Ja, dank voorzitter. Ik vind de suggestie van de heer Paternotte heel goed om te zorgen dat er een Europese kopgroep komt richting de COP28. Wij wilden een oproep doen straks eigenlijk aan minister Jette om een Europese spoedvergadering te beleggen van de ministers die daar in Europees verband over gaat. Juist om te zorgen dat al voor de COP daar afspraken over komen en dat er voor de COP ook duidelijk is waar de Europese Unie en de Europese landen daarin staat. Laten we even zorgen dat de urgentie die daarachter zit niet pas op de COP28 zelf gevoerd gaat worden, maar juist daarna. Dus ik wil eigenlijk het voorstel van de heer Paternotte nog iets aanscherpen. Laten we de minister van Klimaat en Energie of de minister-president oproepen om nog voor de COP een Europese spoedvergadering te houden om daar afspraken te maken die we dan vervolgens op de COP28 aan de rest van de wereld kunnen laten zien. Ja, voorzitter, ik denk dat we het dus heel erg eens zijn over het wat en over het hoe. Laten we eerst even gewoon van het kabinet horen of ze het hiermee eens zijn of ze hiermee aan de slag willen. Ik hoop het wel. En dan laten we hen daar allebei toe aanmoedigen en het dan hebben over hoe ze dat het beste kunnen doen. Of dan een spoedvergadering is of dat je dat bilateraal moet doen om zoveel mogelijk landen mee te krijgen. Ik denk dat de mensen die daar zitten daar iets meer zicht op hebben. Maar mooi dat we het allebei over eens zijn dat we die COP moeten gebruiken. En inderdaad was niet pas na die klimaatop moeten gaan praten over hoe je internationaal fossiele subsidies gaat aanpakken. Want ik zie ook daarvoor voorstellen natuurlijk hier komen over de vliegbelasting. Het is nog niet gegaan over de uitstoot van de zeevaart. Maar het zijn natuurlijk zaken die we natuurlijk best in Nederland deels kunnen doen. Maar die je uiteindelijk echt aanpakt als je internationaal zorgt dat er een eerlijke prijs komt voor vliegen. En een echte prikkel om die scheepvaart te gaan verduurzamen. Ja, voorzitter, ik ben het natuurlijk daarmee eens. Alleen wat ik nu wel een beetje proef is, ik denk wel echt dat we de urgentie aan het kabinet ook mee moeten geven. De heer Rutte is ook op pad gegaan toen het ging over migratie, om te zorgen dat in Europa bepaalde beweging kan. Los dan dat ik het daar niet helemaal mee eens ben, de beweging die daarop is gemaakt. Maar ik denk dus dat er heel veel mogelijk is als we een hele duidelijke boodschap op meegeven. En ik snap dat u zegt, of dat de heer Paternotte zegt, laten we kijken waar het kabinet mee komt. Maar mijn zorg zit dat het kabinet dan misschien niet met de gewenste urgentie en actie komt die wij wellicht op dit moment voor ogen hebben. Dus ik denk dat de oproep aan het kabinet moet zijn, regel het voor de COP, om te zorgen dat we op de COP een goed plan hebben. De heer Paternotte. Ja, voorzitter, we gaan morgen van het kabinet horen, dus dan gaan we ook horen of u en ik tevreden zijn. En als dat niet zo is, dan moeten we elkaar gewoon kunnen vinden. Ja. De heer Omtzigt. Dank u wel. En helemaal eens dat die scheepvaart aangepakt moet worden. Ik vermaak me altijd vrolijk als ik naar Amsterdam ga. Milieuzone zie, je elektrisch moet rijden. Ja. En je ziet echt wat die cruiseschepen daar de stad in doen. Een drijvende zwaluwbanket. Juist, ja. Dat is in één grote zwaluwgolf. Ja. Dat is ook het ouderwetse milieu. Dat is niet alleen klimaat, maar dit is ook gewoon het milieu dat je daar totaal verpest. Dus daar moet echt iets aan gedaan worden. Maar wat is volgens de heer Paternotte de reden dat de zogenaamd brekende fossiele subsidie het hardst zijn gestegen het afgelopen jaar? Heer Paternotte. Wacht even, wat zei de heer Omtzigt? Waarom zijn de fossiele subsidies zo hard gestegen het afgelopen jaar? Ja, voorzitter, de fossiele subsidies qua structuur zijn juist teruggedrongen met miljarden. Die zouden veel hoger zijn geweest als er geen beleid was geweest. Dan zijn er economische ontwikkelingen die dat maken. Maar feit is dat die fossiele subsidies in de basis op dit moment een stuk lager zijn dan een aantal jaren geleden. Heer Omtzigt. Ze zijn hoger geworden en fors ook. Het heeft te maken met de berekening. De fossiele subsidies gaan ervan uit dat iedereen het hoogste tarief betaalt. En wie betaalt in Nederland het hoogste tarief? Dat zijn de huishoudens en MKB'ers. Die betaalden aan het begin van deze kabinetsperiode 40 cent belasting over een kuub gas. En volgend jaar betalen ze 71 cent, inclusief BTW. Dat is bijna verdubbeld. En als je nou zegt dat iedereen die minder betaalt daar een subsidie over krijgt, dan nemen de subsidies toe omdat ze betalen nauwelijks iets, die grote bedrijven. Ze nu 71 cent subsidie volgens die berekeningen krijgen. Kent de heer Paternotte enig ander land dat de gasbelasting op 71 cent of hoger heeft vastgesteld? Heer Paternotte.
Voorzitter, de Omtzigt vroeg het eerder ook vandaag of je precies één ander land met bepaalde belastingtarieven. Ik weet niet precies de energiebelastingtarieven in alle verschillende landen in Europa. Wat ik wel weet is inderdaad dat energiebelasting ongelooflijk degressief is. Hoe meer je gebruikt, hoe minder belasting je betaalt. En dat noemen we inderdaad een fossiele subsidie. En waarom? Omdat als je daar een tarief hebt dat veel vlakker is, je natuurlijk een veel grotere prikkel hebt om te verduurzamen. Moet je overigens wel die ondernemers gaan helpen om te zorgen dat ze bijvoorbeeld van het gas af kunnen en op het energienet kunnen worden aangesloten. Dat is een belangrijke voorwaarde en daarom moet ook dat geld uit het klimaatfonds worden doorgezet. Maar wij doen vandaag een voorstel om het energietarief voor de allergrootste verbruikers, dus dan hebben we het over de twee bovenste schijven, om dat te verhogen. En dat inderdaad terug te geven in de onderste schijf bij de kleinverbruikers inderdaad, de kleinverbruikersaansluiting. En de huishoudens. En dat is een goede manier om en fossiele subsidies af te bouwen en ervoor te zorgen dat mensen ook meer in de portemonnee krijgen. Ik zou heel graag daar met u op samenwerken. Tot slot, de heer Omtzigt. Ik zie het graag tegemoet, maar ik probeer aan te geven dat de gasrekening volgend jaar weer fors stijgt en waarschijnlijk uitkomt boven het energieplafond voor nieuwe contracten. En voor mensen met een laag inkomen is het helemaal geen mogelijkheid om te zeggen ik ga mijn huis isoleren voor 10.000 euro of meer. En als ze een huurwoning hebben, moet de verhuurder, sorry dat ik even naar links kijk, moet de verhuurder daar ook maar even zin in hebben. Dus als hij daar geen zin in hebt, dan heb je daar niet zo heel veel aan, zeg ik maar. Dus mijn vraag is, welke boodschap heeft D66 aan mensen die in oude, tochtige huurwoningen wonen, die volgend jaar zien dat hun rekening voor gas dubbel zo hoog wordt als die 3 jaar geleden was? En dat komt vooral door de gestegen belastingen en niet door de gestegen gasprijs. Die is weer terug naar op de termijnmarkt naar ongeveer 38 cent vandaag. Dus de meerderheid is belasting dat je betaalt. Wat voor een boodschap en wat voor een perspectief heeft D66 voor die groep mensen? Want de grote ondernemingen krijgen subsidies, maar er zijn nog heel veel huizen die nog niet geïsoleerd zijn. Heer Paternotte. Ja, voorzitter, twee dingen. Allereerst, en het helpt toch het meest op de korte termijn, een verlaging van de energiebelasting in de onderste schijf. Daar hebben die mensen direct iets aan. Die hebben er zelfs het meeste aan, omdat ze inderdaad ook relatief het meeste gebruiken ten opzichte van hun inkomen. Dus dat is een heel effectieve manier om hen te helpen. Waar je uiteindelijk natuurlijk echt mee geholpen bent, is als je huis goed geïsoleerd is en je die warmtepomp hebt. Daarom willen wij zo'n nationaal isolatieoffensief. En we weten, en dat zien we ook, dat het helaas net in die bestaande bouw natuurlijk te traag gaat met die verduurzaming, met het isoleren, met het zorgen voor die warmtepomp. Maar dat is wel waar de echte oplossing zit. Want dat zagen we ook in de tijd dat die prijzen door het dak gingen. Ja, wie zaten er het allercomfortabelst bij? Dat waren mensen met een volledig verduurzaamd huis. Dus laten we er nou voor zorgen dat we echt alles op alles zetten om zo snel mogelijk op het punt te komen. Dat ook mensen in sociale huurwoningen, die oude tochtige huizen, dat we niet meer naar die voorbeelden hoeven te wijzen en dan weer moeten gaan helpen met energietoelagen, of zoals wij nu doen met het verlaging van de energiebelasting. Maar dat we hen gewoon een schoon, duurzaam en zeer betaalbaar huis geven. Want schone, duurzame energie, dat zal nu, is nu al het goedkoopste, maar het zal op termijn zeker het goedkoopste en het meest berekenbare zijn. Heel kort nog. Voorzitter, het streven delen we. En overigens zijn de sociale huurwoningen in Nederland beter geïsoleerd dan de private huurwoningen. En daar zit niet zo'n klein beetje verschil tussen. Maar daarna streven, daar hebben die arme huurders op dit moment niks aan. Want die hebben niks om een huurkorting af te dwingen. Die hebben niks om, die hebben de komende maanden en jaren gewoon een hoge stookrekening. Die hebben niks, die vinden het leuk dat ze over 5 jaar geïsoleerd worden. Maar hoe moeten ze de komende 5 jaar de rekening betalen? Kunnen ze, heeft u iets voor die mensen wiens huis niet geïsoleerd wordt? Dank u wel, de heer Paternotte. Voorzitter, ik wil in ieder geval vaststellen dat volgens mij na deze terechte punten die de heer Omtzigt hier maakt, hij er niet onderuit kan om mede-indiener te worden van ons amendement om die energierekening voor die mensen te verlagen door fossiele subsidies een stukje af te bouwen. Dat moeten we hier toch in ieder geval samen kunnen doen, want dat is het meest concrete wat we hier kunnen doen. En als hij zegt, ik wil nog iets anders doen, specifiek gericht op die groep, wetende inderdaad dat er veel huurhuizen zijn waar die verduurzaming te langzaam gaat, ja, dan kijk ik daar met veel belangstelling en open naar. En dat meen ik. Heer Van Hagen, groep Van Hagen. Dank u wel, voorzitter. Ja, om verder te gaan op dit thema. We moeten in zaken doen voor iets van 47 huurwoningen, denk ik. Nou, dat is buiten de orde van deze vergadering, maar ik wil u best wel een keer een cursusje geven hoe het gaat op de huurmarkt en isolaties. Maar goed, dat terzijde. De energiebelasting is niet het enige wat een schandalige impact heeft
op de bestaanszekerheid. En dat is net door de heer Omtzigt goed uitgelegd. Dat is een ongelooflijke verhoging. Maar er is nog iets aan de hand. En de heer Paternotte zei daarnet, we zijn geen eiland. Maar we waren wel energie soeverein 10 jaar geleden. Toen het eerste kabinet Rutte kwam. Toen waren we energie neutraal. Wij leverden evenveel energie als wij verbruikten. En dat betekent dat je in grote mate je eigen prijs kunt bepalen. En het gas om te produceren uit Groningen, dat kost 5 cent per kuub. Onze kleine kerncentrale in Borselen levert voor 3 cent per kilowattuur energie. Nou, dat hebben we allemaal afgebroken uit ideologische motieven. We hebben het gasveld in Groningen gestopt, we hebben geen kerncentrales bijgebouwd, we hebben kolencentrales dicht gedaan. En we zijn nu volledig afhankelijk van onder andere de Verenigde Staten voor de import van bijvoorbeeld gas. Realiseert de heer Paternotte zich dat door zijn ideologische keuzes we juist de bestaanszekerheid van die hele middenklasse hebben vernietigd? De heer Paternotte. We hadden inderdaad heel goedkoop gas uit Groningen. Althans, het is goedkoop als je de bestaanszekerheid van de Groningers even niet meerekent. Ik denk dat wij allebei in dat gebied zijn geweest en met mensen hebben gepraat en hebben gehoord wat het betekent als je huis gestut is. Want in de meeste gevallen na een aardbeving, als een huis scheuren heeft, dan denken we hier, oh, dat wordt dan hersteld. Maar wat er voor heel veel Groningers gebeurt, is helemaal niet dat het hersteld wordt, maar dat er net zoveel balken in worden gezet in dat huis, dat als er dan een aardbeving is, dat ze in ieder geval even de tijd hebben om het huis te verlaten voordat het misschien wel instort. Dat is waar heel veel Groningers in leven, in Nederland. Dus had dat gas een lage prijs? Ik denk dat het ook een hele hoge prijs had. De veiligheid van een heel groot deel van de Nederlanders. Dus ik ben heel blij dat we daar vanaf zijn gestapt of aan het stappen zijn volgende maand. Heer Van Hagen. Ja, voorzitter, ik ben niet alleen verhuurder, maar ik ben ook ingenieur. En ik ben ook volgens mij de enige die hier echt daadwerkelijk naar gas heeft geboord in Groningen. En overigens op heel veel plekken verder in de wereld. Het is volstrekt mogelijk om veilig gas te produceren uit het Groninger gasveld. Dat is volkomen mogelijk, technisch mogelijk. Dan moet je gebruik maken van waterinjectie of stikstofinjectie. Dat is mogelijk. En er zit nog 450 miljard kuub in de grond. Nou, volgens mij is het veel meer, want vlak voordat we begonnen met het sluiten van de pitten was het 800 miljard kuub. Maar laten we voor het grove verhaal uitgaan van 500 miljard kuub dat nog in de grond zit. De Groningers die zijn niet gecompenseerd. Ja, dat ligt ook bij dit kabinet. Natuurlijk moeten de Groningers gecompenseerd worden. Maar het is natuurlijk zo dat als je bijna iedere Groninger in het gas, in het winningsgebied de voswaarde van zijn huis cadeau doet, dan krijg je nog steeds een ongelooflijk surplus dat je kunt winnen op een veilige manier. Dus, komt u tot de vraag even? Nou, de vraag blijft. Het is een ideologische keuze die ertoe heeft geleid dat de bestaanszekerheid onder druk komt doordat wij het aanbod zijn gaan verminderen op alle gebieden van onze energieproductie. En daardoor, naast het verhaal van de heer Omtzigt over de energiebelastingen, daardoor zijn de gasprijzen zo hoog en daardoor is de elektriciteitsprijs zo hoog. En dan kunnen we geld gaan gooien dat we afpakken van mensen die het net iets minder rot hebben en dan 2 miljard naar de allerarmsten gooien. Maar het gaat om de ideologische keuze van D66 en bent u het met me eens dat dat ook anders had gekund? Heer Paternotte, en ik wil even aan de leden vragen, de interrupties komt ook misschien door het zijzicht, worden steeds langer. Dus iets compacter zeg ik ook tegen de mensen die naar de heer Van Hagen komen. De heer Paternotte, iets meer tempo gaan we met elkaar maken. Voorzitter, wat die aardbevingen hebben gedaan met de gemeenschap in het aardbevingsgebied in Groningen, dat is echt vernietigend. Dat is echt, het is ook het voorbeeld wat hier bij het debat over het enquêterapport ook langskwam. Dat, nou ja, de een, doordat hij net op een andere plek woonde, die kreeg sloopnieuwbouw, kreeg een nieuw huis. En de ander, die moest het dus doen met het stutten van het huis. En hoe dat een gemeenschap soms ook uit elkaar trok, het is vernietigend. En dat komt omdat mensen, ja, er zijn mensen die natuurlijk overal de wereld kunnen wonen. Er zijn ook mensen die houden van het dorp waar ze wonen, houden van de omgeving. Die daar hun vrienden, familie hebben en die daar veilig willen kunnen wonen. En ik vind dat je daar in Nederland recht op hebt. En u noemt dat ideologie. Ja, het alternatief is natuurlijk dat je zegt, nou ja, het straalt zich uit tot een deel van Drenthe, tot aan de stad. Dan gaan we maar heel veel mensen zeggen, weet u wat, u kunt ook verhuizen. Krijgt u een smak geld mee en dan gaan we dat gebied volledig leegpompen. Wetende dat we uiteindelijk toch naar een duurzame samenleving moeten waarin we dat gas niet nodig hebben, want die voorraden zijn ooit natuurlijk een keer op. Ik weet zeker dat als je de Groningers vraagt, wilt u voor een smak geld met z'n allen daar weg? Nee. Dan waren er al veel meer mensen daar vertrokken. Dank u wel. Die mensen hebben recht op veiligheid. Dat heeft de overheid te lang verzaakt.
En dat is wat mij betreft geen ideologie. En als ik een keuze heb tussen de inschatting van de heer Van Haga, die zegt je kunt het veilig halen, en alle deskundigen, dan zeg ik bij twijfel niet inhalen. Tot slot, heer Van Haga. Ja, tot slot. Ten eerste, dat gas pomp je niet op. Je produceert dat, dus dat terzijde. Wat echt vernietigend is, is dat door deze keuzes er onder andere 25 miljard aan stikstof wordt uitgegeven, 35 miljard aan klimaat, er 500 miljard in de grond blijft zitten, terwijl dat veilig geproduceerd kan worden. En het leven is niet zonder risico's. En natuurlijk, het hele traantrekkende verhaal over dat je in je dorp veilig moet kunnen zijn, dat ben ik helemaal met D66 eens. Maar je kunt dat op een technisch verantwoorde manier doen. En mijn voorstel zou zijn, laten we dat ook gewoon doen. In plaats van te gaan jammeren over bestaanszekerheid, terwijl we dat er eerst hebben afgenomen. Het is echt precies de verkeerde keuze. In Denemarken hebben ze in 2010 al gezegd, windmolens hebben de toekomst. Ze hebben daar het nationale staatsbedrijf, dat toen nog een kolenboer was, Ørsted, dat ging zich volrichten op windenergie. Langs die kust, een stuk ver in zee, er zijn nu enorm veel windmolenparken. En inmiddels dat Deense bedrijf verkoopt ze over de hele wereld. Daar verdienen ze goud geld mee. En het mooie aan windenergie is dat het elke dag weer opnieuw opgewekt wordt, binnenkomt, zonder dat het de omgeving hoeft te vervuilen. Zonder dat je daarvoor CO2 hoeft uit te stoten. Dat is waar we met z'n allen naartoe gaan natuurlijk. En als wij nou op tijd investeren in groene verdienmodellen, dan is de planeet beter af. Dan zijn we als land beter af, want we zijn schoner en we verdienen er ook meer geld mee. Dat is de afslag die we moeten nemen. En niet zeggen laten we alle fossiele brandstoffen tot op de laatste druppel benutten. Want dan houden we geen planeet meer over. De heer Bontebal, CDA. Voorzitter, is D66 met mij eens dat de discussie over fossiele subsidies nu erg eenzijdig en simplistisch gevoerd wordt? Als ik kijk naar de degressiviteit van de energiebelasting. Als je alle energiebelasting op nul zet, is er geen fossiele subsidie meer. Dat geeft aan hoe gek de rekenmethodiek is. Het gaat over het verschil, zoals collega Omtzigt uitlegde. Het prijsplafond van GroenLinks PvdA wordt ook aangemerkt als fossiele subsidie. Er wordt bijvoorbeeld ook geen onderscheid gemaakt tussen groene en grijze stroom. In 2030 is meer dan 70% van onze stroom komt uit hernieuwbare bronnen. Die prachtige windparken waar u het over heeft. Dus die discussie wordt nu heel eenzijdig gevoerd. En u bent een Europeaan. Moeten we de belasting, de beprijzing van vervuiling inderdaad niet vooral Europees regelen? En hebben we daar niet een prachtig instrument voor, namelijk het Europese emissiehandelssysteem, wat ervoor zorgt dat in 2039 alle uitstoot van de hele industrie op nul staat? De heer Paternotte. Ja, wat ons betreft moet dat dus ietsje eerder. Ik ben absoluut een Europeaan en ik ben het volledig met u eens dat het allerbeste is, idealiter wereldwijd, maar dat je heel vaak het meest effectief bent als je Europees iets regelt. Ik bedoel, u heeft een voorstel gedaan over de vliegbelasting. Wat ik interessant vind en waar we ook naar willen gaan kijken, maar het feit dat België nog steeds geen serieuze vliegbelasting heeft, helpt daarbij natuurlijk niet. Dat betekent dat mensen een trein naar Brussel pakken en dan een goedkopere vlucht kunnen nemen. Dus ook daar zou ik willen dat we Europees die kerosineaccijns regelen. Zodat het niet zo is dat je met je Fiat Panda meer accijns betaalt dan als je een Boeing 737 volgooit. En dat je gewoon een eerlijke prijs voor vliegen op die manier krijgt in heel Europa. Dat ben ik met u eens. Neem niet weg natuurlijk dat fossiele subsidies in Nederland en zo'n energiemodel met degressiviteit in de energiebelasting, dat is natuurlijk wel een verkeerde prikkel die verduurzaming remt. In ieder geval minder reden geeft om dat te doen. En dat we daarom dat een stukje willen veranderen en op die manier iets willen teruggeven aan de onderkant. Ik denk dat dat wel een heel verstandige stap is. En dan moeten we daarnaast inderdaad de ondernemers helpen om te zorgen dat zij ook die verduurzamingsslag kunnen maken. De heer Bontebal. Ja, laten we het dan even concreet maken. Er is een bedrijf Neerstart dat maakt zink, dat smelt dat met vooral elektriciteit. Als we die elektriciteit groen inkopen, is het een fantastisch bedrijf wat gewoon met geen uitstoot produceert. Maar u wilt daar dus de degressiviteit uit de energiebelasting halen. Dat maakt het voor dat bedrijf heel moeilijk om te overleven. We kijken nu internationaal naar de rol van Nederland en Europa in de wereld. We hebben het over geopolitiek en over strategische afhankelijkheden. Als we het zo doorgaan, dan prijzen we dit bedrijf gewoon buiten Nederland of buiten Europa. Terwijl zink ook gewoon een cruciaal element is. Dus moeten we niet veel Europese kijken en moeten we de discussie over de degressiviteit van de energiebelasting niet veel meer ook in die context voeren? Want het kabinet heeft de afgelopen jaren zelf gezegd, liever groen hier dan grijs elders. En ik denk dat uw voorstel toch tot grijs elders gaat leiden. De heer Paternotte. Wij schaffen niet de volledige degressiviteit af, want dat zou inderdaad nogal extra grote gevolgen hebben. Ook voor bedrijven die volledig afhankelijk zijn, niet van gas, maar inderdaad van elektriciteit. En u geeft daar een mooi voorbeeld bij, wat denk ik heel veel mensen hier niet kennen. Het doel is natuurlijk in 2035 ervoor te zorgen dat op dat moment de volledige elektriciteitsvoorziening CO2-neutraal is. Maar je kunt ook niet ontkennen dat de manier waarop de energiebelasting nu werkt, natuurlijk wel voor veel grootverbruikers, een kleinere prikkel biedt om te besparen.
en om te verduurzamen dan het zou zijn als je minder degressiviteit hebt. En daarom ben ik het op zich met u eens dat het iets te simplistisch is om elke euro, inderdaad ook dat prijsplafond, om dat als een fossiele subsidie neer te zetten. Maar het verhaal dat erachter zit, is dat er natuurlijk wel perverse prikkels zitten, bijvoorbeeld in die energiebelasting. En als je dat minder maakt, dan versterk je daarmee de verduurzaming. Ja. Tot slot. Ja, tot slot. Bent u niet bang dat Europa deindustrialiseert door dit beleid? Dus vergroening moet hier plaatsvinden, maar niet elders. En dit beleid kan tot deindustrialisatie leiden. Bent u niet bang daarvoor dat dat gewoon wel gaat gebeuren door het beleid dat u voorstelt? Heer Paternotte. Dit is precies waarom ik heb gevraagd naar die maatwerkafspraken en waarom ik er echt van baal dat er nog geen één van tot wasdom is gekomen. Terwijl dat natuurlijk wel een heel belangrijke pilaar was van het klimaatbeleid van het kabinet. En waarom ik heb gezegd, en dat gaat Hans Veilbrief vrijdag denk ik toelichten als hij het verkiezingsprogramma van D66 openbaar maakt, waarbij ik me nu van bedenk dat dat natuurlijk nog niet naar buiten is, maar dat het goed is als we in navolging van de Amerikanen ook 1 miljard euro per jaar steken en juist die klimaatneutrale verdienmodellen. Want je krijgt inderdaad niet een groene economie als je ook niet bereid bent om erin te investeren. Dat ben ik met de heer Bontebal eens. Mevrouw van der Plas, BBB. Dank u wel. Ja, ten eerste schrok ik wel een beetje van de heer Bontebal die het prachtige windparken noemde. Want ze zijn helemaal niet prachtig. Want de Europese Rekenkamer heeft ook alarm geslagen over de nog niet bekende gevolgen voor alle bekende gevolgen voor de natuur van die verschrikkelijke Eiffeltorens daar in zee. En ook voor de visserij, maar ook voor de visstand. Dus zo prachtig vind ik ze niet. Maar het is wel een gewenste vorm voor sommige partijen van duurzame energie. Ja, uw vraag aan de heer Paternotte. En dus mijn vervolgvraag. Want u kunt straks de heer Bontebal nog bevragen. Ja, nee, maar ja. De heer Paternotte vindt ze ook prachtig, die verschrikkelijke dingen op zee. Dat is wel waar, ja. Ja, nou, ik geloof dat half Nederland zo niet meer ze echt afschuwelijk vindt en niet nodig. Maar goed, even dat terzijde. Ik wou het hebben over die duurzame energie en isolatie van huizen. Want vorige week hebben wij een rondetafelgesprek gehad over verduurzaming van de woningbouw. En daar werd onder andere uitvoerig gesproken over de spouwmuurisolatie. En die nu eigenlijk een beetje op zijn gat ligt, omdat vleermuis beschermd moet worden. En dat zal ik heel kort even uitleggen. Vroeger mocht je met een cameraatje kijken of er vleermuizen waren. En dan kon je er iets aan doen. Die camera die mag niet meer. Er moeten nu flappen voor het huis worden gezet waar de vleermuis wel uit kan, maar niet meer in kan. De bewoner van het huis die moet een jaar lang ecologisch onderzoek doen voordat die spouwmuurisolatie kan gebeuren. Vereniging Eigen Huis is gewoon gestopt met subsidies te geven aan mensen die of mensen te ondersteunen die het willen doen. En dit is dus weer een vorm van beleid van oké, we willen de vleermuis beschermen, hartstikke fijn, hartstikke leuk. Maar dit houdt nu die spouwmuurisolaties tegen. 10.000 huizen, werd ons voor gewaarschuwd, zullen de komende jaren gewoon niet meer geïsoleerd worden op deze manier. En mijn vraag aan de heer Paternotte is, want die wil eigenlijk allebei, hè? Die wil in die vleermuis beschermen, maar die wil ook de huizen isoleren. Maar wat vindt de heer Paternotte hier dan van? Want die isolatie ligt gewoon op schat zometeen. Heer Paternotte. Voorzitter, ik wil graag met mevrouw Van der Plas afspreken dat ik over de effecten van vleermuizen op spouwmuurisolatie, dat ik daar in tweede termijn gewoon op terugkom. Want ik weet zeker dat ik dan echt een doorwrochter antwoord op die specifieke vraag kan geven. Ja, op zich ben ik het wel met haar eens dat er natuurlijk soms keuzes gemaakt moeten worden, omdat ja, je soms even bijvoorbeeld moet investeren in iets wat uitstoot kan veroorzaken, maar wat daarna zorgt dat er iets staat wat weer heel veel energie kan besparen. Net zoals dat zeldzame materialen over de wereld, als we niet willen dat we die allemaal uit China moeten halen, ja, dan zullen we die stromen moeten verspreiden. En dan zullen we misschien ook inderdaad dingen moeten doen zoals mijnbouw in Europa, wat natuurlijk niet meteen een feest voor het milieu is, maar wat wel nodig is als je wilt voorkomen dat het op een nog vervuilender manier gebeurt, waar je vervolgens ook nog eens strategisch afhankelijk van bent. Dat soort moeilijke keuzes moet je soms maken. Maar is het goed, laat de heer ik gewoon in de tweede termijn terugkomen op de vleermuizen in de spouwmuren. Dat wilde ik zeggen. Is dat goed, mevrouw Van der Plas, dat de heer Paternotte daar tweede termijn uw vraag wat uitgebreider beantwoordt? Zeker. Zeker is dat goed. Mijn tweede vraag aan de heer Paternotte was, heeft de heer Paternotte al afstand genomen van de wegblokkades van Extinction Rebellion? Heer Paternotte. Ja, dat heb ik een paar keer gedaan. En dat komt omdat je gewoon niet een snelweg moet blokkeren als je demonstreert. Dat is ook volgens mij de reden. Hè? Want de politiebonden hadden opgeroepen aan politici om naar die demonstratie toe te gaan. Dat mijn partijleider daar ook is geweest en dat ook heeft gezegd.
Tegen mensen die daar demonstreerden. Ze demonstreren daar natuurlijk voor een heel lovenswaardig doel. Maar het maakt voor mij niet uit of je nou boer bent met tractoren en hooibalen op de snelweg, wat je niet moet doen. Of dat je dat doet als je van Extinction Rebellion bent. Ja. Tot slot, mevrouw Van der Plas. Ja, want aansluitend daarop, want ik kan me herinneren dat de heer Paternotte tijdens de tijd van de boerenprotesten, een grote schande sprak over de wegblokkades. Keer op keer op televisie, op radio, op social media. Het was een grote schande dat het gebeurde. Toen ook opriep dat de politie gewoon harder moet optreden daartegen. Harder moest optreden tegen boeren die de weg blokkeerden. Vindt de heer Paternotte dat nu ook met klimaatactivisten? Harder optreden zodat ze niet meer kunnen zorgen voor die blokkades op de weg? Heer Paternotte. Ja, voorzitter, ik constateerde dat het heel erg moeilijk was voor de politie om op te treden. En de reden waarom ik er zo boos om was, dat is niet alleen vanwege die wegblokkades. Het waren op snelwegen natuurlijk door heel Nederland. Hè. Het was niet steeds hier bij de A12, maar het was door heel Nederland. Er kwamen brandstichtingen bij. Er kwamen hooibalen bij. Er kwamen asbestdumpingen bij. Kankerverwekkende stoffen die op de snelweg werden gedumpt. Ja, dat is, je moet een snelweg niet blokkeren. En of je dat nu doet voor een vreedzame demonstratie of met groot materieel, je moet het allebei niet doen. Want heel veel mensen hebben dat nodig. Daar hebben we ook voorbeelden van gezien. Dat iemand die naar het ziekenhuis moest en die toch moest stoppen en het even duurde voordat hij erdoor kon. Daarom moet je dat niet doen. Daar zijn we het over eens. Maar ik vond het heel pijnlijk. En ik denk dat veel mensen dat zien, dat bij Extinction Rebellion het voor de politie natuurlijk een stuk makkelijker is om op te treden, omdat mensen daar niet met het grote materieel komen. Dat er veel meer mensen gearresteerd konden worden. Zelfs een keer mensen van tevoren van hun bed werden gelicht. Terwijl het zo ongelooflijk lastig was om te kunnen handhaven op het moment dat mensen met brandstichtingen en met grote trekkers daar zijn. Terwijl ik vind dat er in beide gevallen moet kunnen worden opgetreden. En dat het in beide gevallen voor de politie te doen moet zijn. Want voor de politie is dit een enorm beslag. Er moeten mensen uit het hele land komen nu naar Den Haag. Net zoals vorige zomer de politie gigantisch veel tijd en energie kwijt was. Waarvan ik liever heb dat ze die kunnen besteken in boeven vangen. Ja, heel kort nog. Ja, heel kort. Want de heer Paternotte die haalt de brandstichting en asbestdumping erbij. Daar zijn mensen gewoon voor veroordeeld. Ze zijn terecht opgepakt. Die hebben boetes gekregen of taakstraffen of wat dan ook. Groot deel van die mensen waren niet eens boer. Dat waren gewoon mensen die zich daarbij hadden aangesloten. Dus dat vind ik een beetje flauw om dat erbij te halen, want het ging mij om de wegblokkades. Omdat de heer Paternotte expliciet wegblokkades had genoemd om daar strenger tegen op te treden. En dan, ik ben dan van gelijke monniken, gelijke kappen. Dan moet diezelfde oproep in mijn beleving eigenlijk ook gelden voor klimaatactivisten of welke activisten in het algemeen of welke mensen in het algemeen die wegen blokkeren. Helder. Daar is het, de heer Paternotte het hopelijk wel mee eens. Ja, voorzitter, ik zeg toch ook hetzelfde over beide. Ik zie eerlijk gezegd niet helemaal waar mevrouw Van der Plas nu naar zoekt. Mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, mij viel op dat vorige week de A2 dicht moest vanwege extreme regenval bij Maastricht, geloof ik. Ik heb eigenlijk volgens mij nog niemand gehoord die zei, hey, degene die dit veroorzaakt heeft als gevolg van klimaatverandering, die moeten we eens eventjes aanpakken. Maar goed, dat terzijde. Ik wilde heel graag even terug naar de punten die de heer Paternotte maakte over bestaanszekerheid, ook in relatie tot de fossiele subsidies. Fijn dat er helderheid is en dat ook D66 vindt dat we die moeten afschaffen. Maar er zitten in deze twee discussies nog wel een paar pijnpunten waarbij het mij niet helemaal helder is of D66 nou meebeweegt met de VVD in een kabinet en eigenlijk verder wil gaan, of dat het haar eigen fundamentele keuzes zijn. En dat gaat over, neem dat klimaatfonds. Dat is heel veel geld en misschien is het nodig, maar je moet dat wel rechtvaardig doen. En ik begrijp niet zo goed dat D66 tot nu toe blijft zeggen, mensen die de rekening niet kunnen betalen, moeten we helpen. Maar we gaan ook heel veel geld geven aan Shell om hun CO2-uitstoot onder de Noordzee te stoppen. En we gaan ook mee met zogenaamde vergroening van een bedrijf als Yara, dat kunstmest produceert. Want het is toch wel belangrijk dat we die bedrijven helpen met belastinggeld om windmolens neer te zetten. Volgens mij kan je dat geld beter besteden door gewoon de vervuilers te laten betalen voor hun eigen ellende. En te zorgen dat we mensen die nu geraakt worden door de energierekening, die zelf de isolatie niet kunnen betalen, dat we de klimaatmaatregelen zo inzetten. En ik weet niet, is het nou kabinetsbeleid waar D66 keihard tegen heeft gevoegd en het niet heeft gewonnen? Of zijn dit ook de keuzes die D66 blijft maken? De heer Paternotte. Nee hoor, dit is gewoon, kijk,
ja, het klimaatvraagstuk, we noemen het de extreme regenval in Maastricht. En je moet natuurlijk altijd oppassen dat je één keer extreem weer direct toeschrijft aan klimaatverandering. Maar het is natuurlijk geen toeval dat extreem weer zoveel vaker voorkomt. En dat we die taferelen afgelopen zomer in heel Europa zien. En dat we in Limburg inderdaad voor de tweede keer in korte tijd een watersnood en dan een bijna watersnood hebben gezien. Maar het probleem is zo groot dat wij denken dat je geen oplossingen kunt afschrijven. Ook niet de dingen waar we minder enthousiast van worden. Zoals die twee kerncentrales die er in Zeeland bij Borselen dan bij zouden moeten gaan komen. Ja, we zijn geen groot fan van kernenergie. We zien dat het hartstikke duur is, die investering ook. Dat we echt nog moeten zien of er marktpartijen of we die daarvoor kunnen winnen. Maar we denken niet dat we zo'n optie kunnen afschrijven op het moment dat je een energiemarkt probeert te maken waarin ook als het wind stil is en de zon niet schijnt, je ook voldoende energie hebt. En voor CO2-opslag, het allerbeste zou natuurlijk zijn als we de uitstoot van CO2 op tijd zo omlaag krijgen dat we het niet nodig hebben. Maar ik denk dat we het wel nodig gaan hebben, omdat we alle opties nodig zullen gaan hebben om zo snel mogelijk die CO2-uitstoot terug te dringen. Dus ook de CO2-opslag. En betekent dat dan dat je als overheid erin moet investeren en dat je soms ook moet samenwerken met bedrijven die natuurlijk mede veroorzaker zijn van het probleem? Ja. Mevrouw Owand. Ja, voorzitter. Dat is zeer teleurstellend. Ik kijk al even naar de heer Veilbrief die dan over een paar dagen het concept verkiezingsprogramma van D66 gaat presenteren. Maar we weten dus nu al dat de fundamentele keuzes daar niet in zitten. En dat is op verschillende niveaus schadelijk, wil ik graag de heer Paternotte voorhouden. We hebben te maken met een situatie dat heel veel mensen in Nederland niet rond kunnen komen en zelfs in armoede leven. Aan die mensen en aan heel Nederland wordt wel gevraagd om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de klimaatcrisis. Dan is er heel veel geld vrijgespeeld en dan blijft D66 dus zeggen dat we grote bedrijven die jarenlang, decennia lang wisten dat hun manier dat hun bedrijfsvoering schadelijk zou zijn voor het klimaat, die daar heel veel geld aan hebben verdiend, die mogen nog steeds op kosten van de belastingbetaler die problemen gaan opruimen. Dat is én heel slecht voor het klimaat, maar het is ook heel slecht voor het gevoel in Nederland van hé, maar we doen dit wel samen en de overheid doet het tenminste rechtvaardig. Die laat niet mij zitten met een hoge energierekening terwijl ze gewoon de zak van Shell blijft spekken. Want dat is wat er gebeurt. Heer Paternotte. En voorzitter, die bedrijven zullen dat natuurlijk voor een heel groot deel op eigen kosten doen. En terecht. Ja, een heel groot deel. Ja, en dit is ook wel natuurlijk waar onze partijen soms natuurlijk uit elkaar lopen. Betekent dit dan dat je geen cent kan geven, geen cent kan investeren om ook bedrijven, die inderdaad natuurlijk er zijn om geld te verdienen, hè, er zijn bedrijven voor, om die dan te helpen om naar dat duurzame verdienmodel toe te gaan? Ja, nee, want dan zou je natuurlijk ook er niet komen. Het doel is hierbij het allerbelangrijkste, namelijk dat we die groene economie krijgen. Want het gaat ook om banen. Mijn partijleider heeft gezegd, Tata moet in 2030 schoon zijn. Ja, of het zal dicht moeten zijn, omdat we zien hoe groot die impact op de omgeving is. Omdat we zien ook wat de gezondheidseffecten zijn en wat de impact is op de CO2-uitstoot. Maar tegelijkertijd is het de werkgever van heel veel mensen in die regio. Ik ken er ook velen, voor wie dat een gemeenschap is. Dus ja, een bedrijf is niet alleen maar een instituut wat geld verdient, maar het is ook vaak een werkgever van heel veel mensen. Het is vaak een bron van leven in een gemeenschap. En mag je als overheid dan ook zo'n bedrijf helpen om te verduurzamen, waarbij je heel streng bent over het tempo daarbij? Absoluut. En dit is waarom ik ook het zo jammer vind dat we nog niet die maatwerkafspraken met grote bedrijven hebben gezien. En ik hoop dat we die alsnog snel krijgen van het kabinet, want ik ben blij dat die niet controversieel zijn verklaard. Tot slot, mevrouw Owand. Ja, voorzitter, de heer Paternotte praat er gewoon een beetje omheen dat het heel fundamenteel raakt aan het gevoel van rechtvaardigheid. Als je wel aan mensen vraagt, doe jij een tochtstrip, doe jij even investeren in de warmtepomp, doe jij even dit, doe jij even dat, maar wij blijven geld overmaken aan de grote vervuilers, dan ga je de klimaatcrisis niet oplossen. Het is belastinggeld. We zitten hier de hele dag te praten over hoe moeilijk het is om te zorgen dat we gewoon kunnen doen waar we voor staan. Namelijk, in Nederland accepteren we geen armoede. Nou, dat lukt al niet. Dit kabinet komt alleen, het is een pleister van 2 miljard, dus ik ben er blij mee. Maar toch, het is een pleister. 800.000 mensen nog in armoede. De heer Paternotte zegt terecht ook, we moeten ook iets voor de middeninkomens doen. We moeten ook zorgen dat de energiebelasting niet zo oneerlijk blijft. Allemaal hartstikke mooi. En tegelijkertijd blijft D66 zeggen, klimaat is belangrijk, maar dat kan natuurlijk niet zonder eerst geld bij mensen vandaan te halen om het te geven aan zielige bedrijven als Shell en Stata, waar hun aandeelhouders gewoon lekker cashen. Dat is op heel veel niveaus
heel destructief voor het gevoel van rechtvaardigheid en voor het oplossen van de klimaatcrisis. En ik had gehoopt dat D66 inmiddels de politieke moed zou opbrengen om die fundamentele keuzes te maken. En ze doet het niet. Nee, voorzitter, dit doet echt geen recht aan wat ik zei. En als u heeft gehoord wat ik zei over fossiele subsidies, dan zou mevrouw Ouwehand het daar ook mee eens moeten zijn. Weet u, kijk, volgens mij zijn onze twee partijen misschien wel een paar van de groenste partijen hier in het parlement. Heeft uw partij heel veel gedaan bij het agenderen van de situatie in de intensieve veehouderij, waarvan we glashelder weten hoe enorm de impact is op gezondheid en op de natuur in Nederland. En waarom we daar iets aan moeten doen en staan we daarbij zij aan zij. Uw partij heeft natuurlijk ook vaak gestemd tegen bijvoorbeeld een klimaatwet of nu inderdaad tegen een klimaatfonds. Ik zou het geweldig vinden als de Partij voor de Dieren de stap kan zetten om niet alleen vanuit dat eigen gelijk te blijven agenderen, maar ook mee te doen om dingen te helpen veranderen. Want dat is waarvoor ik in de politiek zit. Dank u wel. Om niet alleen te zeggen, dit is 100% wat mijn partij wil, maar om zaken voor elkaar te krijgen en Nederland naar die groene toekomst te helpen. Met het oog op de tijd wil ik vragen om uw betoog weer voor te zetten. Voorzitter, ik kom bij een heel ander onderwerp. Want een zeker bestaan. Oh, ik zie dat dat ze nog een keer komt. Eén vraag en dan gaan we echt even door. Ja. Ik hoorde heer Paternotte namelijk net spreken en in het debat met mevrouw Ouwehand, onder andere over rechtvaardigheid en inderdaad het vraagstuk wat dan ook voor ligt. En ik hoorde de heer Paternotte ook zeggen, ja, Tata Steel moet in 2030 duurzaam zijn of het moet dicht. Mijn vraag is dan, van wat zijn dan nu de stappen die daartoe gaan leiden? Want er ligt geen plan waarin Tata in 2030 duurzaam kan zijn. Dus gaan we het dan tot 2030 openhouden en dan kijken of het duurzaam is? Moet er dit jaar een plan gepresenteerd worden? Wat is dan de strategie die daar precies achter ligt? Want wat ik mis in het verhaal van de heer Paternotte op dit moment is van, hoe gaan we er dan ook voor zorgen dat deze grote vervuilers ook daadwerkelijk verduurzamen? De heer Paternotte. Ja, maar het is 2030 een deadline en is het dus in het belang van iedereen en zeker ook van Tata om te zorgen dat er heel snel afspraken liggen over hoe je daar komt. Ja. U vervolgt nu uw betoog weer. Ja. Ja, nee, de heer Paternotte heeft antwoord gegeven. We gaan ook met oog op de tijd. We zijn nu met de vierde spreker. Ik vond het een logisch antwoord. Ja, maar de heer Paternotte gaat even verder met zijn verhaal. Dan kijken we nog of er echt nog brandende vragen zijn. Ja? Anders staat hier iedereen 2 uur lang en dat vind ik een beetje overdreven. U gaat verder. Ja. Voorzitter, een zeker bestaan gaat wat mij betreft, wat mijn partij betreft, niet enkel over zaken waar wij materiële waarde aan toekennen. Het gaat ook over zeker zijn we goede zorgen, over waardig opgroeien, ouder worden en sterven. En dit kabinet heeft in haar korte levensduur op het gebied van medische ethiek hele belangrijke vooruitgang geboekt. De verplichte bedenktijd bij afbreking van een zwangerschap, die verplichte minimale 5 dagen voor vrouwen, die is afgeschaft. Actieve levensbeëindiging bij hele zieke en onbehandelbare kinderen die heel veel pijn lijden, van 1 tot 12 jaar, die is nu mogelijk gemaakt. En dankzij de wet van mevrouw Ellemeet is de abortuspil nu ook verkrijgbaar bij steeds meer huisartsen. En voorzitter, gisteren heb ik 2 wetten om de embryowet te moderniseren samen met mevrouw Hermans naar de Raad van State gestuurd. Morgen is het Wereld Alzheimerdag. Dat is een dag waarop we stilstaan bij hersenziektes zoals dementie. Er zijn in Nederland bijna 300.000 mensen met dementie. En de komende 10 jaar loopt dit aantal op tot bijna 500.000. Het zijn 500.000 Nederlanders die hun geestelijke vermogens aan het verliezen zijn of al hebben verloren. Voor wie het brein niet meer het wonder is dat onze herinneringen ontsluiten en dat het mogelijk maakt om onze naasten in de ogen te kijken en te herkennen. Voor mensen en voor dierbaren die worstelen met het vermogen om invulling te geven aan het leven met dementie, is het angstaanjagend om ook de regie te verliezen aan het einde van het leven. Ik wist vrij snel dat ik niet wilde dat mijn dochters zouden zien hoe ik volledig aftakel. Dat vertelde de moeder van een Telegraafjournalist vorige week in de krant, 4 jaar nadat de diagnose Alzheimer was gesteld. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ik wil graag zo lang mogelijk in goede gezondheid leven. Maar als dat niet meer kan, dan wil ik kunnen sterven met mijn herinneringen. Dan wil ik mijn geliefden, mijn kinderen, mijn naasten in de ogen kunnen kijken en weten dat het mijn geliefden zijn. Dan wil ik afscheid kunnen nemen. Voorzitter, 60% van de Nederlanders vindt dat iedereen zelfbeschikking moet kunnen hebben
over leven en dood. En meer dan de helft van Nederland vindt dat euthanasie ook mogelijk moet zijn bij vergevorderde dementie. Wettelijk gezien kan dit ook. Maar we zien tegelijkertijd dat artsen worstelen met de wens van veel patiënten. De letter van de wet vertaalt zich niet goed naar de dagelijkse praktijk en de weerbarstigheid van het leven. En voorzitter, de generatie van mijn ouders, de babyboomers en de generaties daarna, die zijn als geen ander gewend om zelf de regie over het leven te hebben. Mijn fractie wil in een samenleving die al maar ouder wordt en waar hersenziektes zoals dementie vaker voorkomen, dit vraagstuk niet uit de weg gaan. Wij willen graag met zoveel mogelijk partijen samenwerken. Samenwerken om een weg te vinden die recht doet aan zowel de wensen van patiënten als de zorgvuldigheid die artsen nodig hebben bij deze complexe afweging. Zodat als je dementie krijgt, jij en je dierbaren weten wat ze kunnen verwachten. En zodat we een oplossing kunnen vinden voor dit vraagstuk waar nu zo velen mee worstelen. U geeft een interruptie aan mevrouw Bikker, zie ik. Door de stilte te laten vallen, dus het woord aan mevrouw Bikker. Ik denk dat wij elkaar zagen en soms is een slok water ook goed. Voorzitter, de heer Paternotte begon zijn inleiding over de medische ethiek paragraaf met verwijzen naar wat er aan wetgeving gepasseerd is. En ik hecht eraan om daarin op te merken dat dat niet vanuit het kabinet kwam, grotendeels, maar vanuit de Kamer. Want onze partijen, dat hebben we ook al geconstateerd bij de start van dit kabinet, inmiddels gevallen, kwamen daar niet uit. Want we denken daar verschillend over, over de waarde van het leven en welke gevolgen dat moet hebben in wetgeving. Nu doet de heer Paternotte een voorstel, voorzitter, met name als het gaat om Alzheimer. En hoe gaan we daarmee om? En hij verwijst ook naar de moeite die huisartsen bijvoorbeeld hebben als ze euthanasie verlenen aan mensen met dementie. En tot wanneer is de wilsverklaring geldig? En eerlijk gezegd schrok ik, voorzitter, toen ik vorige week een deel van het promotieonderzoek las. U zult begrijpen in deze tijd, wacht de rest van het lezen nog, van meneer Schuurmans, die juist hierop promoveert en wat het betekent voor huisartsen om een wens te krijgen tot sterven van iemand die op dat moment die wens al niet meer heeft. En ik schrok er extra van, omdat we zien dat de zelfbeschikking, dat die soms verschillend kan zijn en hoe je dat weegt op het moment dat je helemaal gezond bent en misschien als een ziekte verder gevorderd is. En dat iemand dan ook, had hij van tevoren niet gedacht, toch gelukkig kan zijn en het toch goed kan hebben. En ook dan aan ons gegeven is. En ik zou aan de heer Paternotte willen vragen hoe hij dat weegt, maar hoe hij dat ook weegt voor een medisch specialist die daarin voor een ontzettend ingewikkeld dilemma staat. Ja. Omdat dementie, daar kan je angstbeelden bij hebben, maar je weet niet precies wat het met je zal doen en hoe je zal veranderen. Heer Paternotte. Dat klopt, voorzitter, maar voor zoveel mensen geldt dat ze daarbij denken, ja, je weet niet hoe je zal veranderen, maar je weet wel dat dementie een proces is wat er uiteindelijk toe leidt dat je niks meer te willen hebt en dat je eigenlijk ook niet zo heel veel beelden meer hebt. Dat je niet meer weet wie je kinderen of je naasten zijn of welk land er naast Nederland ligt. Dat er wel heel erg liefhebbende zorg is, maar dat heel veel mensen zeggen, ja, zo, dat zou ik niet willen meemaken. Ik wil afscheid kunnen nemen bij volle bewustzijn. En dat is voor artsen een ongelofelijke vraag die we aan hen natuurlijk stellen. Wat daarbij natuurlijk ook speelt is dat euthanasie iets is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld palliatieve sedatie, wat in het wetboek van strafrecht staat. Dus volgens mij moeten we het gesprek voeren over hoe je artsen hierbij kunt helpen. Want ik denk dat u de cijfers ook zag bij de evaluatie van dit voorjaar. 300.000 mensen met dementie in Nederland. Zoveel mensen die aangeven dat zij graag zelf die regie over het einde van het leven zouden willen hebben. Maar slechts 288 mensen die vorig jaar met dementie euthanasie kregen. Dat is een heel, heel, heel klein deel. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, ik zag die cijfers ook en ik zag ze met zorg. En waarom? Omdat ik ook heel goed terughoor, ook als ik de evaluatie lees, ook als ik artsen spreek, dat we in Nederland die autonomie helemaal tot kern hebben verklaard van onze euthanasieverklaring. Terwijl er zoveel andere dingen ook meespelen. De verbondenheid met mensen om je heen. Als ik lees van iemand die zegt, ik heb dat altijd ingevuld, maar als ik nu het gesprek met mijn huisarts beter voer, op dit moment wil ik dat nog niet. Ik wil gewoon verbonden zijn met mijn kinderen. Dan ben ik zo bang dat wij een cultuur gaan creëren waarin het eigenlijk steeds minder normaal wordt
dat je ziek bent, dat het minder goed met je gaat, dat je zelf geen keuzes kunt maken. En zou ik er zo graag werk van maken, juist in deze tijd, die al zoveel individualisme kent, zoveel gebrek aan verbondenheid, zoveel eenzaamheid. Dan zou ik er zoveel liever nu, met al die inzet van alle mensen hier, werk van maken, dat we daaraan werken, dat mensen zich gezien en gekoesterd weten, ook als het minder met je gaat. Ook als je je wil niet helemaal tot uitdrukking kunt brengen. Zullen we daar gewoon eerst mee beginnen? En dan kunnen we altijd nog kijken wat er allemaal nodig is voor mensen met hele ingewikkelde vragen. Maar dit is een hele grote zorg. En dat heeft op zoveel plekken al aangekaart door onderzoekers. Laten we daar nou eens mee beginnen. In plaats van nu weer wetten maken die dingen weer verder mogelijk maken voor mensen die kampen met zulke hele existentiële problemen. Heer Paternotte. Nou, voorzitter, ik snap dat mevrouw Bikker zegt, ik wil eerst naar dit specifieke punt kijken en dan kunnen we altijd nog verder kijken. En tegelijkertijd weet ik ook dat actieve levensbeëindiging voor de ChristenUnie iets is waarvan u zegt, en dat respecteer ik volledig, dat willen wij niet. Dat vinden wij iets waar je nooit door over zou moeten gaan. Ik heb echt respect voor dat standpunt, maar ik denk, en dat hoor je van heel veel mensen, dat die zeggen, ik wil niet dat er nu weer met heel veel tijd gekeken wordt. Ik wil graag zelf de regie kunnen hebben over mijn levenseinde. Als ik weet dat de diagnose is gesteld, dat ik ga aftakelen, dan wil ik zelf ook het moment kunnen kiezen dat ik afscheid kan nemen, bij volle bewustzijn. Omdat ik niet wil dat mijn naasten mij zien als ik afgetakeld ben en omdat ik mijn naasten wil zien als ik afscheid neem. En ik snap die wens heel goed. En dan heeft dat inderdaad te maken met autonomie, dat klopt. En die autonomie is dan ook heel erg groot. Maar dan gaat het natuurlijk ook wel om het eigen leven en om het eigen sterven. Tot slot, mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, want mijn zorg is hier natuurlijk niet voor niks. Ik heb gezien dat D66 is begonnen met een wet voltooid leven. Dat daardoor veel deskundigen, ik weet nog collega Snabel toen ik in de Senaat zat, later mevrouw Van Wijngaarden van de Universiteit voor Humanistiek, daarna de Raad van State, zo is benoemd de zorgen dat wij ergens iets zien als autonomie, terwijl mensen ook hele andere redenen kunnen hebben om te zeggen, het hoeft niet meer. Redenen die op te lossen zijn. Of het nou gaat om financiën of eenzaamheid. En mijn zorg is iedere keer dat we deze stap zetten, dat we voorbij gaan aan eigenlijk de spiegel die deze samenleving ons geeft. Van te veel individualisme, van te weinig verbondenheid. En ik zou zo graag daar eerst eens werk van maken in plaats van deze wetten die D66 nu voorstelt. Maar het is ook duidelijk dat we daar vooralsnog van mening over verschillen. Heer Paternotte. We zijn het er wel over eens dat als iets als financiën of u noemt eenzaamheid, als dat hier een rol bij speelt, dat het daar niet voor bedoeld is. Het gaat om een duurzame, autonome wens. En ik vind het ook heel belangrijk om voltooid leven, waar mijn collega mevrouw Pot aan verder werkt, om dat echt los te zien van wat ik nu benoem. Euthanasie in het geval van de diagnose dementie. Dat zijn natuurlijk twee verschillende vraagstukken, want dementie op zich, wettelijk, biedt het de mogelijkheid om te zeggen dat dat uitzichtloos lijden daar voor je ligt. Alleen in de praktijk zien we dat voor zo weinig mensen, dat betekent dat ze echt die regie op dat levenseinde op dat moment hebben. Dank u wel. Gaat weer verder. Gaat weer verder. Voorzitter, ik kom terug op Huize Drees, op de Beeklaan in Den Haag. Het Maria-kaakje als symbool van onze Calvinistische volksaard. Drees was premier van een land met een reusachtige klus voor de boeg. Hij wist er is geen tijd te verliezen. Omdat de Amerikanen wisten dat ze beter af zijn in een vrije, welvarende wereld, krijgen wij de kans om ons weer op te richten. Die greep Nederland met beide handen aan. En voorzitter, er was het afgelopen jaar veel gezeur en geharrewar tussen regering en Tweede Kamer. En er is weer een kabinet gevallen, voor de zesde keer deze eeuw. En weer moeten mensen naar de stembus. Terwijl we geen tijd hebben voor stilstand. Niet nu, niet tijdens de campagne, niet straks tijdens de weet ik hoe lange formatie. Laten wij de ambities die dit kabinet ook heeft ingezet voor de grote opgaven die door de val in de knop zijn gebroken, weer laten bloeien. Dus zeg ik tegen kabinet en tegen Kamer, laten wij doorwerken. Dank u wel. Interruptie van de heer Baudet, Forum voor Democratie. Dank u wel. Ik heb een vraag aan de heer Paternotte. Ben ik een vrouw? Volgens mij identificeert de heer Baudet zichzelf niet zo. En heeft hij zelfs, besteedt hij een hoop aandacht op zijn social media om duidelijk te maken dat hij zich niet zo identificeert. Heer Baudet. Ik stel die vraag omdat D66 een van de grootste voorstanders is van de mogelijkheid voor mensen om zelf hun eigen geslacht te bepalen. En
Dat heeft er onder andere toe geleid dat Jordi, een voorheen als man te identificeren persoon, mee mocht douchen met de meisjes op de sportclub, op de voetbalclub. En het heeft er onder andere toe geleid dat talloze atleten, sporters, vrouwen niet meer kunnen winnen in hun eigen sportterrein, omdat mannen die zich identificeren als vrouw daar met het mannelijke metabolisme natuurlijk veel sterker en sneller en beter in opereren. Wat zegt de heer Paternotte tegen al die meisjes en al die vrouwen die lijden onder de obsessie van enkele mensen met een geestelijke afwijking die man zijn, maar die zichzelf vrouw voelen? Wilt u op uw woorden letten? Het gaat er niet om mensen te beledigen hier. Nee, het is geen belediging. Het is een constatering. Nee. Genderdysforie is opgenomen in de DSM, de Index voor Geestelijke Aandoeningen. Voorzitter, het zijn dit soort dingen die natuurlijk bij heel veel mensen in Nederland die nu meekijken echt heel hard inhakken, omdat ze weer even keihard in de hoek worden gezet. Omdat tegen hen wordt gezegd dat ze niet mogen zijn wie ze zijn. Ik wil in een land leven waar we weten dat iedereen verschillend is en dat niemand hetzelfde is. En dat de heer Baudet niet hoeft te bepalen in welk hok iemand zit. Dat je zichtbaar jezelf mag zijn. Mijn moeder had in de jaren 90 heel veel contact met Peggy Cohen. Nederland was toen een van de landen waar de meeste kennis over genderdysforie werd opgebouwd. En waar we het mogelijk maakten dat als je geboren wordt in een lichaam waarin je voelt dat je anders bent, dat we die ruimte daarvoor bieden. Ik vond dat een verworvenheid. Dat dat medisch mogelijk is. En ik vind het ook een verworvenheid dat we het bij mensen zelf laten om te bepalen wie ze zijn en hoe ze zich willen neerzetten. Hoe ze zich willen presenteren. Dat u ook zelfs uzelf kan zijn. En voorzitter, het is echt heel erg pijnlijk voor heel veel mensen dat er een wet is die door deskundigen werd aangeraden om te zorgen dat mensen echt die regie hebben, dat ze dat zelf mogen aangeven. Dat ze niet een vernederende procedure over hoeven te doorstaan. En ik vind het heel pijnlijk dat die wet in deze Kamer ook controversieel is verklaard en dat we die ook weer op een lange baan moeten schuiven. Omdat Nederland juist een land zou moeten zijn waar iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en waar we daar met elkaar voor staan en om elkaar heen staan. Tot slot de heer Baudet. Mijn vraag was niet, kunt u nog een keer het verhaal afsteken waarmee de transgenders worden gepromoot? Inclusiviteit, iedereen moet zichzelf zijn. Mijn vraag was, wat zegt u tegen al die jonge meisjes die met mannen moeten douchen in de kleedkamer op sportclubs, tegen al die vrouwen die niet meer kunnen excelleren in hun eigen sportgebied? Wat zegt u tegen Iris van 15, die door propaganda van de NPO en schooltv en kinderboeken hormoonblokkers nam en nu voor altijd onvruchtbaar is geworden, vreselijke spijt heeft? Al die honderden kinderen die op deze manier vergiftigd worden met die ideologie, de ouders daarvan. Wat zegt u tegen alle slachtoffers van de transgender-ideologie? Dat is mijn vraag. Niet welk riedeltje kunt u afsteken om met inclusiviteit een niche, een extreme nichegroep te promoten. Wat zegt u tegen de honderdduizenden mensen die de dupe worden van dit beleid? Heer Paternot. Voorzitter, ik zeg dat ik echt heel, heel veel afstand neem van de manier waarop de heer Baudet hier gewone Nederlanders, transgenders, misbruikt voor eigen politieke doeleinden. En daar ga ik ook verder niet meer op in. De heer Stoffer, nee, we doen, u heeft uw vraag gesteld, we doen interrupties in drieën. De heer Stoffer, SGP. Ja, voorzitter, ik heb een wat luchtiger vraag voor de heer Paternotte. Leuk. Ik was eigenlijk benieuwd, vrijdag komt het verkiezingsprogramma en ik ben benieuwd of de nieuwe verkiezingstrui ook al campagnetrui al zijn besteld. Zeker zijn die er. De klimaatdoenertrui. Ja, en u kunt hem kopen voor, kijk even of de campagne, nee, de campagneleider zit er niet. €66. Oh. Zo. Maar. Zo. Maar, ja. Nee, maar. Nee, ho, ho, ho. Order.
Voorzitter. Ja. De heer Paternotte. Slechts 66 euro. Maar waarmee u wel een enorme, waarmee u een fantastische drui krijgt, waarmee u de herfst echt in kunt en waarmee u een enorme investering doet in het politieke midden. Van de Algora-bol. Ik kijk even naar dit vak, maar u kunt nog terug van de lijst hoor. Bij de SGP hebben we gratis truien. Goed gevuld. Nee. Wat staat daarop? Dat hoort u volgende week vrijdag. Wij zijn nog een weekje later met het verkiezingsprogramma. Maar dat wordt heel mooi. Ik denk iets van woord houden. Nou, daar komt eigenlijk op neer, want stel nu eens dat op die trui dadelijk inderdaad staat bij u van klimaatdoener of doener. Wat gaan we concreet de komende jaren merken van D66? Wat gaat er nu echt veranderen? Heer Paternotte. Ja, van alles. We hebben echt al, er is natuurlijk een enorm klimaatpakket van de heer Jetten natuurlijk ingezet. En dat plaatst Nederland in de kopgroep van Europa. We willen dat we in 2035 natuurlijk een CO2-neutrale energievoorziening hebben. Dat betekent ondertussen onder meer die vervijftienvoudiging van de ambities voor wind op zee, waardoor wij van de Noordzee echt de batterij van Europa maken. Dat is iets wat u als ingenieur denk ik gigantisch aanspreekt. We gaan natuurlijk heel veel verder met de verduurzaming van het wagenpark. We gaan geld investeren in zorgen dat meer mensen ook een betaalbare tweedehands elektrische auto kunnen kopen. Want dat is inderdaad nu te vaak iets wat vooral mensen met veel investeringskapitaal kunnen betalen. Dat we in die huurwoningen met een isolatieoffensief komen, zodat dat veel duurzamer gaat worden. Ja, we gaan een veel mooier, groener land met elkaar maken. En daar zullen we heel veel mensen, ook van uw voormalige werkgever, bij kunnen zien die daar mooie dingen gaan doen. Heer Stoffer. Zoals voorzitter, we eerder de strijd tegen het water hebben gevoerd. Voorzitter, ik hoop dan toch dat er een beetje kleine letters zijn. En het een beetje niet zo ambitieus wordt als de heer Paternotte nu staat. Wordt het een beetje te gek qua doen. Maar het klinkt in ieder geval beter dan dat gedram van de afgelopen jaren. Dank. Kijk. Dank, slechts 66 euro, voorzitter. En u kunt dat vinden op de webshop www.d66.nl/webshop. Kijk. Maar goed, ik geloof dat ik er nu... Dank, meneer Paternotte. Ja. En dan geef ik het woord aan de heer Klaver. En hij zal spreken namens GroenLinks en de PvdA.